Afgelopen najaar maakte de Chinese wetenschapper He bekend dat hij een pasgeboren tweeling in de embryonale fase dusdanig genetisch had bewerkt dat ze resistent tegen HIV werden. De discussie over CRISPR-Cas, de knip-en-plak-methode waarmee dit gebeurde, is inmiddels in alle hevigheid losgebarsten. Aan de ene kant zijn het de believers die beweren dat een hele rits aan genetische afwijkingen uit te bannen is. En aan de andere kant een groeiende groep wetenschappers die pleiten voor een verbod omdat de gevolgen niet te overzien zouden zijn als we gaan sleutelen aan onze genen. Ik ga erover praten met medisch psycholoog Sam Riedijk en ethicus Boy Vuilbrief. Jullie zitten hier omdat jullie veel met deze ontwikkeling te maken hebben. Jij in de Kamer als psycholoog, omdat je mensen helpt en begeleidt bij het maken van keuzes als het gaat om klinische genetica. Jij bent ethicus, dus jij neemt ons ook mee in de ethische afwegingen die we maken of zouden kunnen maken. Maar jullie zijn ook verbonden aan de Nederlandse Kiembaan-dialoog. Dat klopt. Sam, wat is dat voor project en waarom is het belangrijk dat het er is? Ik wil je ook nog even aanvullen. Ik werk niet alleen maar in de spreekkamer met individuele patiënten, maar ik doe ook onderzoek en onderwijs. En geef niet. In die context ben ik ook betrokken bij een internationaal congres en bij het vormgeven daarvan en de onderwerpen. En het viel me op dat de laatste jaren die CRISPR-Cas ging echt als een speer, maar niemand in de maatschappij had het erover. En dat is eigenlijk gek voor iets wat zoveel impact kan hebben. Mm-hmm. En eigenlijk vanuit die gedachte, die had ik niet alleen, die hadden meer partijen, hebben een consortium opgericht die zich verantwoordelijk voelt voor het organiseren van een dialoog in Nederland onder zoveel mogelijk verschillende mensen. Jong, oud, arm, rijk, noem het maar op. Religieus, niet religieus. Precies. Iedereen zoveel mogelijk te bereiken om te proberen te zorgen dat mensen daar een geïnformeerde mening over kunnen hebben. Mm-hmm. En die geïnformeerde meningen willen we gaan verzamelen en terugvoeren naar de minister. Ja. Zodat hij een democratisch beleid kan voeren over wat moeten we nou met gene editing technologie. Ja. Ja, want het wordt ook min of meer bekostigd en gedragen, geloof ik, door het ministerie van Volksgezondheid. Hè? Hugo de Jonge is dan de minister die die bevindingen weer terugkrijgt. Dus eigenlijk, wat vindt Nederland, hoe denkt Nederland hierover, wat vindt Nederland hierover? Als we het daarover hebben, Boy, wat recent, hè, die Chinese wetenschapper die op een congres presenteerde. Ik heb iets gedaan wat nog niemand gedaan heeft en wereldwijd ophef daarover. Wat zegt het dat daar zo heftig op gereageerd wordt? Nou, ik denk dat het belangrijkste punt daar is dat heel lang gedacht werd dat de wetenschap een soort zelfregulerend vermogen had. Mm-hmm. Dus dat de gedachte een beetje was, nou ja, we hebben nu die technieken, maar als we daar gewoon met z'n allen over gaan praten, dan kunnen we eruit komen wat we daarmee willen. Nu is deze onderzoeker een soort van bewijsstuk geweest van dat eigenlijk helemaal niet zo is. Cowboy werd hij genoemd. Ineens iemand Precies. die ook losgelaten door zijn universiteit, hè, bijna buiten de universiteit gedaan uiteindelijk dit onderzoek. Absoluut. Dus we zijn nu eigenlijk allemaal wakker geschud van, hey, we moeten hier eigenlijk met z'n allen wel achteraan. En het liefst eigenlijk nu, want we zien al dat het heel snel heel erg mis kan gaan. Ja, want even voor ons beeld, hè, CRISPR-Cas is, ik noemde het knip en plak in het DNA, dat is een beetje respectloos, maar dat is het eigenlijk. Hè. Dus je haalt een stukje DNA ik ga testen of ik het goed snap. Vind je het goed? Ik ben heel benieuwd. Je haalt een stukje DNA uit een cel waarvan je weet, van, nou, daar wordt iemand, krijgt iemand een ziekte van of een erfelijke aandoening en dat vervang je door een gezond stukje DNA. Dat is ook helemaal niet zo moeilijk, toch? Nou, dat is aardig moeilijk. Ik moet wel zeggen dat de ontwikkelingen in dit gebied heel erg snel gaan. En wat misschien aardig is om te vermelden, is dat CRISPR-Cas zo bijzonder is. We hebben al heel lang technologieën om dit te doen. Mm-hmm. We hebben dit op heel veel verschillende manieren al gedaan. Maar het verschil met CRISPR-Cas is dat we dit nu preciezer kunnen doen dan we eerst konden doen. We kunnen dit goedkoper doen dan dat het eerst was en we kunnen dit makkelijker doen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het nu echt makkelijk is om te doen. Het is nog steeds een gecompliceerde ingreep. Die ook nu eigenlijk nog niet mogelijk is, die nu ook nog niet gedaan wordt. Ja. Maar wordt die niet gedaan omdat die zo moeilijk is, of wordt die niet gedaan omdat het niet mag, of omdat wetenschappers het niet weten wat de gevolgen zullen zijn? Het vervangen van dat DNA is prima te doen, toch? Ja, maar het is inderdaad zo dat het nu... Het genoom is een ontzettend complex iets. Mm-hmm. Er zijn ongelooflijk veel interacties tussen verschillende genen die we allemaal nog niet zo goed snappen. Dus één verandering in een gen kan dan consequenties hebben waar we nu nog niet zo goed van weten wat het precies zal zijn. En daarbij komt ook dat als we die technologie gebruiken om een aanpassing te maken in het genoom, kan het zo zijn dat er op een andere plek in het genoom onbedoeld ook een aanpassing gemaakt wordt. Ja. En die aanpassingen
Die moeten we nu nog goed in kaart zien te krijgen en ervoor zorgen dat die niet plaatsvinden, dat dat niet gebeurt. Sam, dit was precies dit argument, denk ik, voor heel veel wetenschappers. Waaronder Jennifer Doudna, zeg ik dat goed? Ik ben ook nog in twijfel over hoe je dat uitspreekt. Oké, maar zij is in ieder geval een van de mensen geweest die verantwoordelijk is geweest voor het ontwikkelen van deze methode. Die hebben in Nature gezegd, een hele grote groep van wetenschappers die zich ermee bezighouden, er moet een moratorium, chic woord voor, we moeten er met onze handen vanaf blijven, want het is te link. Wat vinden jullie daarvan? Wat zegt dat dat er zo publiekelijk gezegd wordt, blijf hier vanaf, danger? Ja, nou, het zegt in ieder geval dat zij zich heel verantwoordelijk voelt voor hoe dat allemaal gaat. En ook terecht oproep tot een moratorium. Ik vind het wel een beetje een eng woord. Van wat betekent dat nou eigenlijk? Lijkt een mortuarium. Verboden, daar komt het precies. Ook, ja. Terwijl ik denk, ja, ze roepen in datzelfde stuk ook op tot dialoog. En dat zou, ja, dat was de boodschap die ik het belangrijkst vond in hun stuk. Van ja, we moeten met elkaar over hebben. Want je kan niet alles verbieden of proberen iedereen on hold te zetten. Je kan beter proberen om uit te zoeken wat vinden we met z'n allen. En kunnen we daar koers bepalen. Hè? Want Boyden, hierbij, jij zit te knikken. Want hier klinkt heel erg, dit is eng, dit is gevaarlijk. Niet doen, boeken sluiten, afblijven. En dat is een verkeerd signaal, vinden jullie? Waar ik vooral bang voor ben, is dat het signaal geeft dat als deze technologie wel 100% veilig is, of als we wel 100% weten waar we mee bezig zijn, of we bijvoorbeeld garanties kunnen geven wat betreft veiligheid, als we dat kunnen zeggen, dat we het dan maar gewoon moeten doen. Maar dat is een verkeerde veronderstelling. Het is ook belangrijk, zelfs als we zouden weten dat deze technologie 100% veilig is, dan nog is het belangrijk om die discussie te hebben. Willen we dit? Willen we ons DNA aanpassen? Voor welke redenen willen we dat doen? Wat voor argumenten hebben we daarvoor? Dus veiligheid is wel één facet van die discussie, maar het is niet het enige fundament van die discussie. Ik ga even naar de eerste rij, want er zit Michael Peppelenbos. Hij is hoogleraar experimentele gastroenterologie. Dat betekent dat hij zich bezighoudt met bijvoorbeeld hele zeldzame darmziektes. Michael Peppelenbos, u zei, u hoorde dat dit op het programma stond en toen belde en mailde u ons. Zei hij, ik vind het belangrijk om daarbij te zijn, want het is een onderwerp wat me aan het hart gaat. Kunt u uitleggen waarom dat is? Nou, we hebben in de maag-darm-leverziekte hebben we heel vaak mensen die ook erfelijk belast zijn met allerlei ziektes. En vaak ook omdat ze in patiëntenverenigingen elkaar ontmoeten, ook iemand trouwen met diezelfde erfelijke belasting. Dus de kans dat dan die ziekte naar de volgende generatie wordt doorgegeven is heel groot. En wij krijgen dan heel vaak ook vragen van, ja, jongens, in het Erasmus MC met CRISPR-Cas kunnen jullie muisjes prima genezen van onze ziekte. Mm-hmm. Waarom doen jullie dat? Want dat kan even, hè? Wat we net hoorden, het is heel makkelijk. Dus in proefdieren is het allemaal geen enkel probleem. Ja. Maar, en dan vraag ik, waarom doen jullie dat dan niet in mensen? Nou, mag niet. Dat is om al een ding om mee te beginnen. Want dit zijn mensen die lezen de krant of die zien het journaal. Precies. En die zien het gebeurt, het kan, het is helemaal niet zo heel erg moeilijk. Waarom kan mijn leven of het leven van mijn kinderen niet verbeterd worden met deze simpele technologie? Precies, dat is een hele valide vraag dan natuurlijk. Maar ja, als je dan kijkt van hoe onzeker die technologische ontwikkeling is, wat denk ik ook al werd aangeschreven van hoeveel dingen we eigenlijk nog niet weten, dan is het toch echt van de verleiding om het te gebruiken is heel groot. Hè? Omdat technische stappen die we moeten doen zijn best klein. Weet je, je hoeft daar helemaal geen rare dingen voor te doen. Maar ik denk wel gewoon dat het voorlopig nog te gevaarlijk is. Vooral omdat je iets aanbrengt in het genoom, wat dan over de generaties mee zal worden overgegeven. Mm-hmm. Dus niet alleen. Maar geeft u eens een voorbeeld van waar maakt u zich zorgen over? Wat zou er gebeuren, wat zou kunnen gebeuren? Of wat zegt u tegen die mensen die bij u komen om ze er vanaf te praten? Want dat moet u doen dan, hè? Nou, een beetje een hypothetisch voorbeeld. Maar er zijn bijvoorbeeld, als stel dat er per ongeluk tijdens de manipulatie ook een effect optreedt in het zogenaamde telomerase-gen. Dan duurt dat 6 generaties, maar die 6e generatie heeft dan, althans weer in proefdieren, een enorm probleem. Die vertoont dan echt zeer ernstige veroudering en introduceert weer een hele nieuwe ernstige ziekte. En dat treedt pas op dan na 6? Ja, het is een heel extreem voorbeeld. Maar dat is toch een van de dingen die gewoon theoretisch. Ja. En zolang we, om aan te geven van we weten niet wat er met mijn overgrootkleinkinderen gebeurt. Ik denk dat waar het op neerkomt is, ik denk we zijn er gewoon nog niet aan toe. En ik denk nog niet dat we dit nog, zoals wat wel in China dus helaas nu wel is gebeurd. Maar ik vind het heel gevaarlijk
wat we eigenlijk aan het doen zijn. En met name omdat als je een verandering in één keer aanbrengt, is die voor altijd. Hij wordt altijd over de generaties doorgegeven. En omdat het vaak lang kan duren voordat de effecten daarvan duidelijk is, ben je toch echt... Helder, als er één genetisch defect zou zijn wat u zou kunnen veranderen of mogen veranderen met CRISPR-Cas, wat zou dat dan zijn in uw vakgebied? Nou, we zouden bijvoorbeeld heel kunnen denken aan bijvoorbeeld Poitiers-syndroom. Het is een ziekte waar mensen dus allerlei kankers oplopen in de loop der tijden. Mm-hmm. Wat het genetica is duidelijk, zouden we vrij simpel, denk ik, met CRISPR-Cas kunnen oplossen. Maar we gaan dat voorlopig dus nog niet doen. Ja, dank. Michael Peppelenbos. Dit is net als... Er mag zeker voor geklapt. Dit is net als wat jij noemt een concreet voorbeeld. Hè? Een hulpvraag. Een begrijpelijke hulpvraag ook. Maar een bittere pil hier. Van nee, gaan we niet doen, want het is te gevaarlijk. Ja. Is dat een handige houding voor de wetenschap, vinden jullie? Ik denk dat onze motivatie geweest is, ook om deel te nemen aan dit project geweest, is dat we uiteindelijk met zo'n technologie veel mensen zouden kunnen helpen. Mm-hmm. Mits het natuurlijk veilig is. Op het moment dat zo'n technologie gebruikt wordt zonder dat het aangetoond is dat het veilig is, zou het zomaar kunnen zijn dat al die potentiële toepassingen van die technologie, als die wel veilig was geweest, ook weggenomen worden. Mm-hmm. En dat is eigenlijk iets wat we willen voorkomen. Dus dat we voordat we dat al doen, dus voordat we eigenlijk al prematuur die technologie stopzetten, dat we daar eerst een dialoog over willen voeren van wanneer vinden we het dan wel geoorloofd om zo'n technologie toe te passen? Of willen we überhaupt zo'n technologie toepassen? Wat heeft dat überhaupt te maken met of het wel of niet veilig is? En wat zijn de argumenten daarbuiten? Ja, help ons eens even. Wanneer is het wel verstandig om met deze technologie aan de slag te gaan? Waar moet ik dan aan denken? Daar kunnen we echt nog geen uitspraken over doen. Dat is veel te vroeg. De technologie staat dusdanig in de kinderschoenen dat het niet... De toekomstvoorspellingen zijn niet te doen als het... Nee, dat zou ook niet bij ons project in ieder geval passen om zo'n uitspraak te doen. Wij zijn niet van mening dat we het moeten gaan doen of het mm-hmm. niet moeten gaan doen. Mm-hmm. Mm-hmm. We willen wel dat wat we gaan doen met die technologie door iedereen gedragen wordt. Dus de uitkomst zou best kunnen zijn dat we met z'n allen concluderen dat het geen goed idee is. Kan. Daar kan dit project aan bijgedragen. Ja, wat zijn de beste argumenten die je daarbij tegenkomt? Nou, wat ik wel interessant vind, we zijn ook met dit project in Nieuwsuur geweest. En toen is er ook een gezin geportretteerd dat uitgesproken gelovig was. En een kindje heeft met een ernstige stofwisselingsziekte. En die dan ook zeggen van dat gene editing, CRISPR-Cas, het aanpassen van DNA is door God gegeven. En dat is iets waar je voor kan kiezen. Maar bij ons past het niet. Wij willen dat niet. Hè? En ja... Ik ben heel benieuwd naar wat de meningen van mensen zijn die zich er iets bij kunnen voorstellen. En dan pas kunnen we eens gaan kijken van en wat moeten we er dan mee? Ja, maar Boy, kom je ook in dit verhitte debat, hè, want dat is het wel sinds de Chinese wetenschapper wereldwijd ging hiermee. Kom je ook wel eens argumenten tegen dat je denkt, dat is gewoon slecht geredeneerd? Zo zijn er bijvoorbeeld ook argumenten die heel erg leunen op bepaalde voorspellingen over hoe het allemaal praktisch uit gaat pakken. Dus bijvoorbeeld als we klimaatmodificatie toe gaan passen, dat het dan een enorme kostenbesparing zou zijn, omdat we heel veel zieke mensen ervoor gaan zorgen dat die mensen niet ziek worden. Mm-hmm. Kan, maar dat is heel concreet. Dat is een hele concrete voorspelling over waar het geld wel en niet naartoe zou gaan. Of bijvoorbeeld argumenten waar ik zelf eigenlijk... Wat denk ik wel waarde heeft voor het debat, maar misschien niet heel overtuigend zijn, is dat mensen zeggen van zodra die technologie dan beschikbaar wordt in de kliniek, dan is dat alleen maar toegankelijk voor bijvoorbeeld rijke mensen. Ja, dit is een kritiek die je vaak hoort. De zogenaamde designer baby zou toegankelijk worden voor een zeer selecte groep. Ja. Mensen die tot een elite behoren kunnen het zich veroorloven om naar een kliniek te gaan en daar de allerbeste baby bijna in het laboratorium te laten smeden. En zo krijg je een tweedeling in de samenleving. Precies, en ik denk dat dit vraagstuk onderstreept waarom het zo belangrijk is. Is om deze dialoog te hebben, omdat dat ook te maken heeft met hoe we ons zorgstelsel inrichten. Dus als wij uit de dialoog komt dat er heel sterk de wens is om dit echt binnen de zorg een thema te maken, mm-hmm. iets wat niet geprivatiseerd wordt bijvoorbeeld, dus dat er bijvoorbeeld bedrijven mee aan de haal gaan die zeggen van je kan bij ons, kan je baby designen, om het zo te mm-hmm. zeggen. Want is dat een risico dat die private sector ermee aan de haal gaat als academische ziekenhuizen hun handen hiervan aftrekken? Nou, ook als ze dat niet doen. Kijk maar naar de direct-to-consumer testing bedrijven die al genetische tests commercieel aanbieden.
En dat is een slechte zaak, begrijp ik. Nou, ja, in de zin van wat ze doen aan het begeleiden van mensen om tot goede beslissingen te komen waar ze mee kunnen verder leven, dat doen ze het niet zo goed. Ja. Laatste vraag, en daar kunnen we op zich ook een hele avond over doorpraten, maar er is een groeiende roep om het testen op embryo's en het doen van onderzoek naar wat je nou kunt doen met deze knip- en plakmethode, wat te vergemakkelijken. En dan gaat het vaak over de 14-dagen grens, en dat is de grens, help me even. Ja, daarna mag je niks meer doen met een embryo. Nee, dus je mag een embryo 14 dagen bewaren. Onderzoeken. En waarom is het belangrijk dat die grens opgerekt wordt? Ja, je kan natuurlijk veel meer uitvinden van het effect van een bepaalde verandering als het embryo langer blijft leven en verder ontwikkelt. Dus ja, als je meer wilt leren uit je onderzoek en wat je potentieel zou kunnen doen, dan is dat wel van belang dat je het wat langer in beeld kunt houden. Ja, dus, maar goed, dit is niet een overtuiging van jullie, maar een eventuele stelling die je in de dialoog zou kunnen voeren. Jullie gaan de boer op de komende tijd. Ja. Met heel veel organisaties praten. Hoe doe je dat? Nou, we zijn een consortium, dus een groep van verschillende partijen die ook verschillende standpunten kunnen hebben, maar die wel goed zijn in bepaalde dingen. Dus we hebben een wetenschapstak, maar we hebben ook een communicatietak waar dan Nemo Kennislink het voortouw in neemt. Nou, zij zijn daar heel goed in. We hebben een dialoogorganisatietak, dus dat zijn het Erfocentrum en de NPV, die gaan het land in om allerlei groepen te betrekken. Maar waar we nu vooral heel druk mee zijn, is uit te zoeken welke groepen willen we allemaal, moeten we allemaal betrekken bij deze dialoog. Wie bestaan er eigenlijk allemaal? Wie zijn stakeholder? Wie zijn eigenlijk wel in beeld, niet in beeld? En daar willen we ook onze dialoog op gaan richten. Om die groepen daar actief bij te betrekken. Ja, Boy, wanneer krijgt minister Hugo de Jonge het rapport op zijn bureau van Dit vindt Nederland? Ik denk als alles volgens planning gaat dat we dat eind 2020 zo'n beetje rond. Dan zit Hugo, ik dacht net, zit hij er dan nog? Maar dan zit hij ook nog wel op zijn post waarschijnlijk. Oké, okay. Denk het wel. Goed, dank dat jullie waren. Boy Veilbrief en Sam Riedijk. Dankjewel.